Voor onze rubriek Cultuur brengt onze reporter Nathalie u graag verslag uit over de Simply Live Show waarmee Stan van Samang momenteel door Vlaanderen toert. En dit in het gezelschap van Erik Melaerts. Voor de gelegenheid kregen we Stan te pakken voor een exclusief interview voor Ninof TV. Goedenavond Stan. Goedenavond. Welkom hier in het cultuurcentrum. Momenteel reis je Vlaanderen rond samen met Erik Melaerts op theatertournee genaamd Simply Live. Mm-hmm. Vanwaar die benaming? Oh, dat was even zoeken en ons afvragen wat gaan we daar doen. En we wouden het zo klein en gezellig mogelijk maken. Ja. En ja, ik denk dat Erik mee op de proppen kwam van ja, het is gewoon, wat we het liefste doen is live spelen voor het publiek. Dus we gaan het heel simpel houden. Ja. En ja, simply live. Ninof, je gaat uit de kot moeten komen. Hè? Dit is nu al een behoorlijk groot cc, moet ik zeggen. Ja, inderdaad. Maar het blijft altijd wel gezellig zo. Ja. Culturele centra, het is, mensen zitten dichtbij, er passeert al een keer een grapje. Ninof, Ninof. Wat kan je dat nu doen? Op 9 april staan we terug in de Lotto Arena, maar dat is heel groot. Heel goed, en dat is ja. Iets helemaal anders. Dit zijn ja, twee kameraden die liedjes zingen op hun gitarken. Wat mogen de mensen verwachten vanavond? Goh, ja, het is elke keer een beetje anders. Ja, we hebben zo een beetje een playlist proberen samen te stellen waar dat van alles in zit. Omdat dat ook iets is wat een beetje representatief is voor wat ik doe of wat ik graag doe. Ja, van alles. Van alles een beetje. Ik hoop dat ze heel hard meezingen, want dat is altijd een beetje afwachten. Ja, ja, ja. Maar dat is wel altijd, tot hiertoe al altijd goed gelukt. Dus ik denk dat ze hier in Ninoven een keer uit hun kot gaan komen. Ja, ik ben er zeker van. Je geeft zelf ook nummers. Van waar haal je eigenlijk die inspiratie? Goh, van de stomste dingen dikwijls. Het leven. Ja, het is, er gebeurt wel van alles in de mensenleven. En ja. Als, de dagelijkse dingen, ja, soms de kleinste dingen. Soms de kleinste dingen, ja. There ain't no secret in these words. There ain't no lesson. Dit is gezellig. Is in die zin iets anders dan een wijvelvolk of een marktplein met 10.000 man. Maar dat is ook geweldig plezant, hè. En wat is uw droomconcept qua optreden? Zoals Werchter bijvoorbeeld? Goh, dat hoeft voor mij niet Werchter te zijn. Hier in Ninoven vind ik al behoorlijk leuk. Maar wat is het dat je zegt? Daar wil ik niet echt nog eens gaan optreden? Nou, hier volgend jaar terug. Is het waar? Ja. Ja, dit is zo leuk. Ja. Laat me dit maar doen. Some of us know these things. Had je eigenlijk als kleine jongen zo een idool waar hij naar opkeek? Ja, ik ben nog altijd geweldig weg van Luca Bloom, de Ierse singer-songwriter. Om de eenvoudige reden dat ik zo ontzettend kan gepakt worden door die man. Die speelt doorgaans alleen, hij met zijn gitarretje. Ja. En hij heeft een hele typische klank, een hele typische stem, heel typisch gitaarspel ook. Ja, dat is uniek. Dat hoorde bij niemand anders terug. Als die één noot aanslaat, of één akkoord, dan hoorde direct aan, dat is Luca Bloom. En dan zijn warme, ja, honingzoete stem, dan ben ik helemaal verkocht. En dat heb ik al heel lang. Ja.
echt van alles. Ik hou wel ook van wat harder werk. En klassiek passeert bij mij ook de revue. Het is, ja. Ik heb een hele brede ruimer van interesse van muziek. En we smile for the crown, but a touch always seems a little cold. It's a perfect game we play. This surfer's deep attraction, it's such a sweet distraction. What you gonna do to make me want to say? What you gonna get and show me what you do? Het grote publiek kent u uiteindelijk van Wettekerken. U speelde daar lange tijd aan Gent de Kezel. Correct. Hoe bent u daar terecht gekomen? Heel toevallig, zo gaat het dikwijls. Ik had Studio Herman Teirlinck gedaan, waar ik kleinkunst heb gevolgd. Ja. En ik ben daar met mijn klikken en mijn klakken buiten gevlogen. Oei. Ja, lang verhaal, daar heb ik je niet mee lastigvallen. Maar ik dacht, goh, ik ga dat niet opgeven, dit is mijn ding, dit wil ik doen. Acteren zit in je bloed. Ja, ik was klein man, ik toch wel altijd. Ja. Als ik publiek had, begon ik iets te doen. Ja, als, ja. En dan ben ik castings gaan doen. En, ja. En gedacht, ja, als je niet wacht, niet wint, ja. Is ja. Gaan proberen. En een auditie voor een film gaan doen. Die film is er dan uiteindelijk wel gekomen, maar met een andere cast. Maar ik lag nog bovenaan in een boek. Samen met Staf Koppes, die ook auditie was gaan doen. Ja. Voor die film. Maar Staf Koppes had al in Wittekerk een rol gehad, vroeger. Dus die kon dat niet doen. En de eerste dat ze belde, was ik. Ja. Heel toevallig. Heb jij zin om iets te doen? En dat was voor één aflevering. Ik zeg, ja, tuurlijk, ik wil dat doen. Ja. En dan één aflevering werd... dat werd 3 maanden. En 3 maanden werd 6 maanden. En 6 maanden werd 1 jaar. En dan ben ik er even uit geweest. En dan ben ik teruggekomen voor... another 5 years of zoiets. Ja. You're poison, it's perfect for me. So pour on your poison, it makes me feel free. Oh ja, Windkracht 10 was een ervaring. Ja, dat vergeet je nooit zoiets. Dus. Ja. Een opportuniteit, op het moment dat die vraag kwam, dacht ik direct, ja, ik doe mee. Ik doe. Hang on. You waited for so long for your place in the sun. Hang on, hang on. But this moment will fade away. Hang on. En om af te sluiten, de plannen voor 2011. Dat heb je ook een. Ja, voilà. Bij mij gaat het niet verder dan de Lotto Arena nu en vermist. Kunnen we nog kaartjes kopen? Ja, ja, de tickets zijn beschikbaar op teleticketservice.be ofwel via mijn site en doorklikken. Ah ja, dus iedereen in Inhoop in april naar Antwerpen dus, hè. Correcte mundo.